Ik ga verder in de serie, ben je opname klaar? En de titel van deze boodschap heet De mens in opstand. Ik begin te lezen uit Jozua 5, vers 13. Voor degene die een Bijbel bij zich heeft, die kan dat nu even opslaan. Jozua 5, vers 13. Terwijl Jozua erover nadacht hoe hij de stad Jericho zou innemen, zag hij een man met een hoofdletter, moet Jezus zijn geweest, met een getrokken zwaard. En Jozua liep naar hem toe en vroeg: bent u een vriend of een vijand? Bent u voor mij of bent u tegen mij? Bent u een vriend of een vijand? Geen van beide, antwoordde de man. Ik kom als de aanvoerder van het hemelse leger van de Heere. Jozua viel in aanbidding voor hem op de grond en zei: welke opdracht heeft de Heere voor mij? Trek je schoenen uit, trek je sandalen uit, droeg de aanvoerder hem op, want dit is heilig grond. En Jozua deed dat. Goed, iemand die vroeg mij laatst: meneer Maasbach, in het licht van die hele discussie rondom Black Lives Matter, wat over de hele wereld zo gaande is, ook in ons Nederland, waar staat God? Staat God aan de kant van de donkere mensen, of staat God aan de kant van de lichte mensen? Nou, het zal je maar gevraagd worden waar we dan ook een antwoord op moeten weten te vinden. En ik had het antwoord naar aanleiding ook van deze tekst uit Jozua, toen Jozua aan de Heere vroeg: ben je voor mij of ben je tegen mij? Sta je aan mijn kant of aan de andere kant? En ik antwoordde deze persoon: geen van beide. In Gods ogen zijn alle mensen gelijk. En daar heb ik een quote voor vandaag. Het gaat er niet om aan welke kant God staat. Het gaat erom aan welke kant jij staat. Dit is belangrijk. Ook in deze hele midden, in deze hele discussie, wat er over de hele wereld gaande is. Waar staat God? Staat hij daar? Staat hij aan de kant van het donkere? Staat hij aan de kant van het lichte? Geen van beide, mensen. Het gaat er niet om waar God staat. Het gaat er om vandaag. Waar sta jij? En dit is ook de vraag die ik jou wil stellen. Hele persoonlijke vraag, jong en oud. Iedereen die kijkt, overal vandaan. Waar sta jij als mens? Of je nou donker of licht bent of alles ertussenin. Waar sta jij? Alle mensen staan in Gods ogen aan dezelfde kant. En dit is eigenlijk wat de Bijbel zegt vanuit Gods ogen gezien. Want dit is het grote geheim. Elke keer weer wanneer we in dit soort discussies komen, uit welk oogpunt kijk je? Nou, ik kijk ook vandaag weer uit het oogpunt van God. God kijkt naar de mens. Licht of donker en alles ertussenin. En hoe ziet God dan de mens? Nou, Romeinen 3 vers 23 geeft het antwoord. En daar staat: alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Met andere woorden, daardoor kom je niet in de hemel. Alle mensen, wie je ook bent, welke huidskleur je ook hebt, God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen zonder dat het hen iets kost. Het kost je niks. En zonder dat ze het hebben verdiend. Je hebt het niet verdiend, omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. Er zijn vandaag heel veel mensen die rondlopen met zware lasten in hun leven, waarvan ze bevrijd moeten worden. En jij kijkt misschien naar deze uitzending, deze live uitzending, deze live boodschap die ik vandaag breng vanuit het Capitool hier in Den Haag, Nederland. Er zijn er heel wat die bevrijd moeten worden en rondlopen van allerlei lasten, problemen die oplossingen vragen. Misschien heb jij ook een probleem. En het vraagt om een oplossing.
Mijn schuldgevoelens. Hoeveel lopen vandaag niet met schuldgevoelens? Misschien jij ook. Waar je van bevrijd moet worden. Vele mensen, maar vooral jonge mensen, zijn op zoek, op een zoektocht naar de zin van hun leven. En zij zoeken naar een doel en naar levensvoldoening. Vele mensen hebben het vandaag moeilijk omdat ze op de een of andere wijze zijn vastgelopen in hun leven. Juist nu in deze moeilijke tijden zijn er heel wat die vastgelopen zijn. Vastgelopen in hun huwelijk. Vastgelopen in hun gezinsleven. Vastgelopen in hun loopbaan. Vastgelopen in hun studie. Vastgelopen in hun dienstplicht. Vastgelopen in hun vriendschap. Vastgelopen in hun eigen denken. Stuk voor stuk vraagstukken waar mensen en misschien jij wel vandaag mee rondloopt in je leven. Nou, vandaag ga ik je vertellen hoe je vrede, rust en blijdschap en voldoening en overwinning kunt ontvangen. Wie jij ook bent en wat je ook gedaan hebt en waar je je ook op deze aardbol bevindt. Want mensen kijken ook uit Curaçao en Suriname en overal vandaan. Prijs de Heer voor de livestream en alle die daar geïnvesteerd in hebben. Laten we eerst eens kijken vandaag in wat voor dagen wij leven. Het is Vaderdag, zo ik neem even de tijd om de boodschap te brengen. Misschien lopen we iets uit, maar geef niet omdat het een hele bijzondere dag is. Zo, wat voor dagen leven wij? Dit is wat 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5 zegt. 2 Timotheus 3. Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van de wereld aanbreken, er zware tijden komen. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in hun uiterlijkheden wel godsdienstig zijn, maar in de kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op afstand. De Bijbel zegt hoe de mens zal zijn aan het einde der tijden. En dan staat er aan het einde, hou zulk soort mensen op een afstand. Hou ze op een afstand van je gezin. Hou ze op een afstand van je huwelijk. Hou ze op een afstand van je leven. Er wordt hier gesproken over de laatste dagen. Dat is een aanduiding die je meermalen in de Bijbel tegenkomt. Ook in het onderwijs van Jezus Christus kom je deze aanduiding, het laatste der dagen, kom je veel tegen. Vooral in Matteüs 24. Lees dat maar voor jezelf. Jezus spreekt in Matteüs 24 over de laatste der dagen. En hij heeft ons een aantal tekenen gegeven die in het laatste der dagen zichtbaar zullen worden. Of zouden worden, kan je ook zeggen. Met het laatste der dagen bedoelt de Bijbel dat er een einde komt aan een bepaald tijdperk. Zoals wij mensen die vandaag leven, beleven. Er komt een einde aan een tijdperk zoals wij mensen dat beleven. Niet het einde van de wereld of de aarde. Want een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar de Bijbel ook over spreekt, die komt pas veel later. Met het einde der tijden wordt bedoeld dat er een einde komt aan het werk van God, de Heilige Geest.
Zoals wij die vandaag beleven hier op aarde. In wat de Bijbel noemt het tijdperk van genade. Prachtig tijdperk, het tijdperk van genade. Maar daar komt een einde aan. Naarmate dit tijdperk zijn einde nadert, zijn er bepaalde tekenen waar te nemen. Tekenen van, staat allemaal in de Bijbel, hè? Losbandigheid, misdaad, liefdeloosheid, ongehoorzaamheid, rebellie. Allemaal bepaalde woorden, hè? Vooral van de kant van de jonge generatie. Vele mensen zijn vandaag dan ook verontrust. Ja, zeker. Verontrust van alles wat zij horen, lezen en zien en ook meemaken zo om je heen. En dat is niet alleen beperkt tot Nederland. Nee, echt niet. Dit zie je over de hele wereld. Dezelfde tekenen zie je vandaag over de hele wereld. Je ziet het op het nieuws, al die beelden. Je ziet het overal. Waar je ook maar kijkt. Overal zie je dezelfde onrust. En dezelfde onvrede. En dezelfde chaos. En dezelfde oproer. En dezelfde somberheid. En dezelfde onzekerheid. Vele jongeren zijn in opstand, maar weten niet waartegen. Ze zijn in opstand. Vandaag zie je het over de hele wereld. In opstand. Maar ze weten niet waartegen. Hun wapens, wat je ziet, is agressie. En rebellie. En trappen en schoppen en slaan en spugen. Tegen alles wat autoriteit heet. Vele ouderen houden geen rekening meer met de normen en de waarden die wij als heilig aan onze kinderen hebben geleerd. Vele jongeren noemen die houding weer huichelachtig. Oh, wat een huichelaars, zeggen ze dan. En daarom wijken ze van die normen en die waarden af. En ze trappen er tegenaan. De jongeren zijn de hoop van de wereld, zeggen we vaak. En van de toekomst, de hoop van de toekomst. Maar ze hebben geen hoop. De jongeren hebben geen hoop. De enige hoop die er voor hen is overgebleven is hun eigen hoop. Wat voor perspectief wordt de jongeren vandaag geboden, ook door de overheid. Ze hebben alleen hun eigen hoop. Ja, en een torenhoge staatsschuld. Die eigenlijk ook vandaag alleen nog maar meer torenhoog wordt. Dat is wat zij zien en horen en weten. Dat is hun toekomst. Omdat ze zelf niet weten wie ze zijn, zijn ze in de duisternis op zoek naar de zin van het leven. Maar omdat ze in de duisternis zoeken, kunnen ze het niet vinden. Lieve mensen, onze kinderen en onze tieners en onze jonge mensen, ze moeten leven in een strijd vandaag die zij niet begonnen zijn. Ze moeten leven in een wereld die zij niet gemaakt hebben. Opstand, rebellie en onrust. Ja, dat zie je niet alleen in Nederland, zoals ik al zei, maar je ziet het over de hele wereld vandaag. Vraag. Wat is er mis? Wat is er mis? Als je ook al die beelden ziet, wat is er mis? En al die dingen hoort. Waar zijn we verkeerd gegaan? Waarom zijn wij tekortgeschoten? En wie zijn de onruststokers? En wie zijn die rebellen? En waar leidt het allemaal naartoe? Allemaal goede vragen. Onze jeugd groeit vandaag op in een supermoderne tijd. Ze letten vandaag op een samenleving van volwassenen
volwassen mensen en hoe die omgaan. Hoe ze omgaan met wapens en kernwapens. Met televisie en films. Met computer en internet. Met drinken en roken. Met drugs, soft en hard. Met eer en status. Met roem en geld. Met gerechtigheid en ongerechtigheid. Ze kijken daarnaar. Enzovoort, enzovoort. Ze leven in een samenleving die altijd maar bezig is met een overtreffende trap. Meer winst, sneller, beter, groter, hoger. Een overvloed aan technologie komt af op de jonge mensen vandaag. En de kinderen, ja, zelfs de kleine kinderen. Onze kinderen leven in een razend snelle, alsmaar veranderende maatschappij. En van kindst af aan, hoe klein ze ook zijn, worden ze gebombardeerd met reclame. Reclame, 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 reclame. Allemaal denkbeeldige behoeften. Die worden vandaag zo sterk naar voren gebracht. Heeft allemaal met geld te maken. Dat ze niet meer kunnen wachten totdat ze dat hebben. Wat hun wordt aangeboden, eigenlijk opgedrongen, zou je meer kunnen zeggen. Je denkt bijna, die kinderen denken bijna, David, als ik dat niet heb, kan ik niet meer leven hoor. Zonder dat kan ik niet leven. Dat is wat in hun mind geplant wordt. Met al die reclame. Vandaag bestellen, morgen in huis en volgend jaar betalen. Onvoorstelbaar. Kinderen groeien vandaag op in een opvoedingsstelsel. Dat zegt, de waarheid is iets dat elk mens voor zichzelf moet ontdekken. Zo groeien kinderen op. Dat wordt hun geleerd. Eigenlijk al vanuit school. Met andere woorden, is het voor mij waar? Is het voor jou waar? De uitspraak van Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven, is allang verworpen. Allang. De uitspraak van Jezus, je zult de waarheid verstaan en de waarheid zal je vrijmaken, is ook allang verworpen. Hoor je niet meer, wordt niet meer geleerd onder de jonge mensen en zeker niet de kinderen, de nieuwe generatie. David, er bestaat geen volstrekte waarheid. Ik zie het al, sommigen dat zo zeggen, die deze boodschap horen. Ik hoor al zo de reacties van sommigen. David, er bestaat geen absolute waarheid. Zo kwam er jaren geleden de theorie in de moderne opvoeding dat kinderen tot een ervaring gebracht moesten worden. Klinkt allemaal zo mooi, hè? Allemaal nieuwe dingen. Ach, mensen, als ik vandaag ook lees hoe men allemaal wil over de energie. Mensen, ze weten het allemaal niet. Dat is het hele punt. Dat was toen ook al in de opvoeding. Ja, maar ze moeten tot een ervaring gebracht worden. Waarin ze zelf keuzes in hun leven moeten kunnen maken. Eerst, in het begin was dat 21 jaar. Toen werd dat 18 jaar. Toen werd het 16 jaar. Nou, en vandaag, in vele opvoedingen is het al tussen de 12 en de 14 jaar. Maar lieve mensen, dit heeft geleid. Deze opvoeding heeft geleid tot wat we nu hebben, een alles veroorlovende samenleving. Dat is wat het is, alles veroorlovende samenleving. Als je ziet hoe de mensen vandaag, en zeker ook jeugd, hoe ze wat ze zeggen, hoe ze zich uiten, onbeschaamd en met een taal zo laag, niet te geloven. Met andere woorden, alles mag, niks moet.
Dat is eigenlijk de gedachte. Alles mag. Ja, maar David, alles moet kunnen. Alles mag. Alles. Dit is de jeugd die zich verzet tegen autoriteit. Dit is de jeugd vandaag die zich verzet tegen regels. Dit is de jeugd die zich verzet tegen eisen en plichten en discipline en gehoorzaamheid. Het zijn woorden die niet meer in hun woordenboek voorkomen. Als het op hun pad komt, dan komen ze in opstand. Ze komen in opstand. En dan krijg je al het gerel en al het gedoe. En degene die daar dan iets van zegt, of degene die daar vandaag iets van durft te zeggen, nou, hoewee. Nou, dan word je weggezet als een ketter. Of tegenwoordig allerlei woorden wat eindigt op cist. Nou, dan kan je het zelf bedenken. Het resultaat is een hele grote generatiekloof vandaag. Aan de ene kant zijn zij die opgevoed zijn met dat joods-christelijke normen, waarden en leefregels en principes, de 10 geboden, de bergreden van Jezus. Daar werden we mee opgevoed, ook op de scholen. En aan de andere kant de generatie van de alles mag, niks moet generatie. Die moeten het zelf eigenlijk maar uitvogelen, wat goed en wat verkeerd is. En niet dat de oudere generatie zo geweldig is geweest. Beslist niet. Nee, lieve mensen. Van nature zegt de Bijbel dat wij allemaal rebels zijn. Daar zijn we mee begonnen, de mensen in opstand. We zijn allemaal rebels. Alle mensen hebben gezondigd, hebben gerebelleerd. Het menselijk geslacht is altijd in opstand geweest. Wat wij dus nu zien is niet iets nieuws. Het is altijd zo geweest. Alleen aan het einde der tijden zullen al deze dingen gezamenlijk opkomen. En we zien het ook overal over de hele wereld. De mens heeft zich altijd verzet. Adam en Eva, zij stonden in de hof van Eden op tegen God. Dat was de eerste mens. Kain, hun zoon, rebelleerde tegen wat hun ouders en God hem geleerd hadden. En hij sloeg uit jaloezie zijn broertje Abel dood. De torenbouw van Babel was een en al rebellie. Lot wilde anders dan Abraham. Esau is een vijand van God. Alleen al in het boek van Jozua lezen dat het volk van God 7 keer in opstand kwam. Vreselijk in opstand kwam tegen God. Absalom pleegde een coup tegen zijn vader. Je leest het allemaal in de Bijbel, hoor. Telkens lees je dat de mens in opstand was. Elke keer weer. De aard van de mens is dus rebels. Dat zit in de mens. Met andere woorden, wij mensen zijn opstandelingen. Vandaar die begintekst in Romeinen 3 vers 23... dat alle mensen zijn in opstand tegen God gekomen. Alle mensen hebben gezondigd. Rebellie is een omschrijving van de zonde. Zo is eigenlijk ook het kwaad ontstaan. Lang, lang geleden was er een stralende ster, zegt de Bijbel. Genaamd Lucifer, de morgenster. De zoon van de dageraad. Hij is ergens in een donker verleden, ik weet niet hoe lang geleden, dat vertelt de Bijbel niet, door rebellie van God afgevallen. We weten er niet zo heel veel van, maar we weten er genoeg van hoe het allemaal begonnen is. Niet alleen het eerste mensenpaar in de Hof van Eden is tegen God
opgestaan. Nee, hun val heeft ons mensen allemaal meegetrokken. Ieder mens. En heeft van ons mensen, het menselijke ras, heeft het opstandelingen gemaakt. Vandaar dat de boodschap heet de mens in opstand. Wij mensen willen niet dat iemand ons zegt wat wij moeten doen. Wij mensen willen niet dat God ons zegt hoe wij moeten leven. Wij mensen willen niet dat God de weg naar de hemel bepaalt. Wij mensen willen een andere weg gaan. Wij mensen willen onze eigen weg gaan. Wij willen de weg gaan die onze in onze eigen ogen goed lijkt. En dat noemen wij dan, er zijn hele mooie woorden voor, dat noemen wij dan ruimdenkend. Wij noemen dat tolerant. Wij noemen dat van deze tijd. Ja, David, dat waar jij het over hebt, dat is allemaal van vroeger. We leven nu wel in van deze tijd. Nou, het klinkt allemaal mooi. Maar door de boodschap horen we hoe we er eigenlijk voor staan. David, er zijn toch vele wegen naar God. Waar jij het over hebt is oud, joh. Vele wegen. Maar Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Die woorden heb ik als waarheid aangenomen in mijn leven. De Bijbel die spreekt met gezag over de zonde. Over het leven na dit leven. Over levensvragen. Zoals, waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Dat zijn levensvragen waar mensen mee rondlopen. Lieve mensen, er is een God. Niet alleen ergens ver weg, zoals sommigen dat denken. Maar hier, vandaag, op deze plaats. En daar bij jou en voor de ouderen bij u. In het ziekenhuis of in de gevangenis. Want daar kijken ook mensen vanuit de gevangenis of inrichting. Oude vandaagenhuis. Hotel. Misschien zit je in een hotelkamer, ben je op bezoek. De camping. Sta je ergens op de camping. Ja, of ben je gewoon thuis. Of lig je misschien nu gewoon in bed ergens in je slaapkamer. Maar ook uit verschillende landen in de wereld. God is ook daar. Bij jou. Waar jij bent. Nu, op dit moment, de Bijbel zegt, God is geest. Met andere woorden, God heeft geen lichaam zoals jou en mij. En daarom kan God overal zijn in deze wereld. Ja, God bestaat. Geloof jij dat? Ik zeg, God bestaat. Geloof jij dat? Vele mensen hebben vandaag geen geloof, geen normen, geen waarden, geen principes, geen doel in hun leven. Maar de Bijbel zegt dat God een doel met de mens heeft. Met andere woorden, jij bent voor God belangrijk. Wie jij ook bent, hoe je ook heet, hoe je er ook uitziet, jij bent belangrijk. Er is in jouw leven geen ogenblik waarop God niet zijn oog op jou heeft. Echt niet. Ook al denk je dat het niet zo is. Hij heeft altijd zijn oog op jou gehad. Hij let op het tijdstip van jouw geboorte. Toen je geboren werd. Hij weet het precies. Hij heeft jou gemaakt. Toen je nog in het verborgene was, zegt de Bijbel. Hij let op het tijdstip van jouw dood. Ergens zal dat moment komen. En God weet waar dat moment is. Alles onthoudt Hij. En op zekere dag, zegt de Bijbel, zullen we allemaal voor Hem staan en rekenschap moeten afleggen. En dat is weer de reden dat er vandaag heel wat mensen rondlopen met schuldgevoelens.
Ze zijn geestesziek, omdat ze maar niet van hun schuldgevoelen af kunnen komen. Luister, schuldgevoelens hebben is verschrikkelijk om daarmee rond te lopen. Verschrikkelijk, kan ik je vertellen. Ik heb heel goed nieuws voor jou vandaag. Vandaag kun je van al jouw schuldgevoelens afkomen. Allemaal. Ieder mens heeft vergeving nodig, zegt de Bijbel. En om die vergeving te geven is Jezus Christus uit de hemel gekomen hier op aarde. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Heeft hij de spijkers door zijn handen laten slaan. De doornenkroon op zijn hoofd is zijn bloed gevloeid. Daarom liet Jezus zijn bloed vloeien. God heeft al jouw zonden op Jezus zijn zoon neergelegd. Jij kunt vandaag vergeving ontvangen. Hoor je dat? Of als je ouder bent, jij kunt vandaag vergeving krijgen. Jouw zonden kunnen vandaag uitgewist worden. Weggewassen worden. Weggenomen worden. En daarmee, als dat gebeurt, zal ook jouw angst verdwijnen. Al jouw angst voor de dood zal verdwijnen. De Bijbel die leert ons dat God ons niet voor de dood heeft geschapen. Hoor je dat? Echt niet. Jezus heeft de dood van zijn kracht beroofd. Dat is wat de Bijbel ons leert. Hij heeft het eeuwige leven aan het licht gebracht door het evangelie. Het geloof in Jezus Christus is een opstandingsgeloof. De angst voor de dood verdwijnt op hetzelfde moment wanneer je Jezus Christus in je leven aanneemt als je redder en je verlosser. Natuurlijk kan er, en zeker bij de ouderen misschien, die weten dat dat ergens dichterbij is gekomen, de dood. Natuurlijk kan dat bepaalde spanning geven, een zekere spanning. Want dat is wat het onbekende doet, dat is ook niet erg. Maar wanneer je Jezus Christus aanneemt als je redder en als je verlosser, dan verdwijnt de prikkel van de dood, zegt de Bijbel. Met moed kun je dan de dood in de ogen kijken, omdat je verleden is vergeven. Hoor je dat? Omdat je verleden is vergeven. Je weet waar je heen gaat. Je gaat naar Jezus. Heerlijk! Je gaat naar Jezus wanneer de dood daar zal zijn. Dood, waar is je prikkel nou? Waar is het nou? Ik ga naar Jezus. Oh, heerlijk. Sommige ouderen die nou kijken. Ik weet niet hoe lang het nog duurt voordat de Heer je thuis neemt. Maar de dood, waar is die prikkel? Je gaat naar Jezus om altijd eeuwig met hem te zijn. Jouw verlosser, jouw zaligmaker, jouw redder. Je gaat naar Jezus. De wereld die heeft vandaag mannen en vrouwen en jongens en meisjes. Ja, de wereld heeft vandaag New Genners, noem ik ze. New Genners nodig die zich niet zullen schamen voor Jezus Christus. Die hun stand voor Jezus durven in te nemen, die openlijk voor Jezus Christus durven uit te komen, die bereid zijn om uitgelachen te worden, om lastiggevallen te worden, om bespot te worden door familie, vrienden of kennissen. Lieve mensen, ben jij vandaag klaar voor de opname? Of zoals ik het eigenlijk zeg, ben jij opname klaar? Dat is een hele goede vraag om de boodschap te eindigen. Ben jij opname klaar? Zo niet, ben jij dan vandaag bereid om Jezus aan te nemen? Om Jezus te vertrouwen?
Om Jezus te volgen. Om Jezus te dienen. Kosten wat het kost. Nee, het is niet altijd makkelijk om een christen te zijn. Dat geef ik ook toe. Het is niet altijd makkelijk om een christen te zijn. Het is niet altijd makkelijk om Jezus te dienen en om Jezus te volgen. Het is niet altijd makkelijk om rein en zuiver voor God te leven. Maar met de hulp van Gods Heilige Geest gaat het lukken. Echt, geloof me, neem het aan. Met de kracht van de Heilige Geest, Pinkstervuur. Weet je nog? Met de kracht van de Heilige Geest gaat het lukken. Misschien zeg je, David, ik wil dat. Dat is wat ik wil. Misschien zeg jij dat vandaag. Dat is wat ik wil. Misschien zeg je, wat moet ik dan doen? Nou, simpel. 1. Berouw hebben van je zonden. En 2. Jezus Christus aannemen als je redder en als je verlosser. Misschien ben je lid van een kerkgenootschap en kijk je. Misschien kijk je toevallig, dat weet ik niet. Misschien ga je altijd al naar de kerk. Misschien helemaal niet. Misschien ben je niks van je geloof. Dat kan ook. Maar vandaag wil je een beslissing nemen. Een beslissing voor Jezus. Een beslissing om hem aan te nemen. Dan wordt dit vandaag een nieuwe dag. En ben jij ook opname klaar. En als je zo iemand bent, dan mag je een eenvoudig gebed bidden. En misschien zeg je, maar David, ik weet niet hoe ik moet bidden. Wat moet ik dan bidden? Nou, ik ga jou voor. Je mag mij nabidden. Zeg dan maar de woorden met een oprecht hart. Zeg maar, Vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade. Ik heb spijt van mijn zonden. Vergeef al mijn zonden. En reinig mijn hart. Ik neem u aan als mijn vader. Wil u mij nu aannemen als uw kind? Ik dank u daarvoor. Ik dank u dat ik vergeving mag aannemen. En dat ik nu vergeven ben van al mijn fouten en al mijn zonden. Dit is een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Dank u, Heer Jezus. Ik ben een kind van God en opname klaar. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je ervan genoten en ben je opgebouwd? Laat het dan even weten in de comments. Druk ook op het duimpje omhoog, like deze video en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal Maaswacht TV.